oktober is de maand om pawpaw te oogsten. Bij het vallen van de bladeren gaan de pawpaws ook op de grond vallen. Hier in dit kistje heb ik alle vruchten die al op de grond zijn gevallen. De pawpaw is een vrucht die komt uit Noord-Amerika. Hij is familie van de zuurzakfamilie. Het zijn hoofdzakelijk vruchten die in de tropen voorkomen. En u begrijpt het al, deze heeft ook een beetje een tropische smaak. De pawpaw die kun je zo uit het vuistje eten, maar dan moet je hem natuurlijk even openmaken. Je kunt hem in de lengte openmaken, zoals ik hier heb gedaan. En dan ziet u dat er heel veel zaden in zitten. Die zaden die zijn niet eetbaar. Die zaden die kunt u wegdoen, maar u kunt die ook schoonmaken. En misschien voor de liefhebber die van sieraden maken houdt, om ze daarvoor te gebruiken. Maar ook voor de tuinliefhebber die zegt van, ik wil eens proberen of ik een pawpaw uit het zaad kan opkweken, is het ook mogelijk. Je kunt hem in de naast in de lengte, kun je hem ook in de breedte openmaken. En als je hem dan hebt opengemaakt, dan zie je natuurlijk weer de zaden zitten. De zaden, die wip je er even uit. En die leg je apart. En dan kun je er heerlijk van snoepen. Die heeft een smaak wat een beetje lijkt op banaan. Met een bite van avocado. Sommige mensen zeggen ook dat hij een beetje een vanilleachtige smaak heeft. Hoe rijper dat hij is, hoe smaakvoller dat hij wordt. Naast dat je hem zo uit het vuistje kunt eten, kun je er ook een drankje van maken. Je haalt het vruchtvlees eruit, je doet hem in een beker. Het spoelwater van de zaden waar je ze in gespoeld hebt, doe je erbij. Je zet daar de staafmixer op en dan heb je een heerlijke pawpaw drank. Omdat wij dit jaar veel pawpaws hebben, willen we ook proberen om er dit jaar confituur van te maken of ijs. Maar zolang dat we dat niet hebben gedaan, drinken we er lekker op. Hier Peter, voor jou ook een glaasje en voor mij, proost. Gezondheid.